Een hele goede middag kijkers van TDW en welkom terug voor een nieuwe Modern Warfare 3 video. Ja. We hebben vandaag weer een hele hoop nieuws over de nieuwe DLC. Ik heb er 2-3 video's terug heb ik er een video over gemaakt. En er is nieuwe info. En eigenlijk is het bevestigd wat ik de vorige keer heb verteld. Plus, er is nog wat meer en extra bij. Zoals je nu in de beeld kan zien, zie je de foto van de DLC 2. En je ziet inderdaad daar ook Studio staan en je ziet Vertigo staan. Vertigo had ik de vorige keer op gezegd dat het een beetje duizeligheid en zo allemaal betekende. Maar als we goed gaan kijken naar de foto's zie je dat er een skyscraper, wolkenkrabber staat en alles. Dus ik ben benieuwd of het inderdaad ook op een wolkenkrabber gaat. Voordat ik de rest allemaal ga vertellen, eerst even een beetje over de gameplay. Ik heb eigenlijk gewoon random gameplay snel gekozen omdat ik zo snel mogelijk deze video wilde maken. Modern Warfare 3 op Resistance. En leuke gameplay. Ja, was leuk om te spelen. En geniet er in ieder geval van. In ieder geval, zoals we zien op de foto, zie je ook Studio staan. Studio, ik heb gewoon nog steeds het vermoeden dat het iets met een muziekstudio of een iets in die richting tv-studio. Daar gaat het iets mee worden. Dat is in ieder geval mijn gevoel. Ik hoop dat het ook zo zal zijn, want dat zal heel vet zijn. Dan is de volgende waar ik ook echt zeer zeker benieuwd naar ben en dat is Magma. Magma, dat klinkt als vuur, vulkaan, weet je wel, dat soort dingen, allemaal troep. En dat, ik ben heel benieuwd hoe die omgeving eruit gaat zien. Of je ook bovenop een berg gaat spelen. Of dat er, een secret headquarters is in een vulkaan. En dat er lava omhoog gaat, dat soort dingen. Je ziet de laatste tijd met de mappen dat ze steeds meer met bewegende dingen, zeg maar. Zoals Hydro, dat water, en Express, dan heb je die trein die voorbij komt scheuren. Dat soort dingen die komen steeds meer voor in de map. En ik heb het gevoel eigenlijk dat het bij Magma ook gaat gebeuren. En we zullen zien hoe dat eruit gaat zien. Dan heb je nog één map voor de multiplayer. En dat is Encore. En dat betekent eigenlijk herhaling. Dus ik heb geen flauw idee wat het kan zijn. Het kan van alles zijn dus. Maar mijn bron die had eigenlijk het idee van misschien gaan ze een eventuele vorige map van Black Ops 1 of zo terugbrengen. En dat zou best kunnen. Eigenlijk moet ik die deling, die mening delen. Moet ik wel goed zeggen eigenlijk. Ja. Die mening ga ik ook delen, want ik heb het gevoel dat er misschien wel een map terug gaat komen. Mijn favoriete map van Black Ops 1 was toch eigenlijk Shooting Range. Zo heet die toch? Shooting Range? Range. Nou ja, in ieder geval die. Die vond ik heel gaaf. Black Ops 1 heb ik niet zoveel gespeeld als Modern Warfare 3, Black Ops 2, Modern Warfare 2. Maar ik vond die map wel echt heel gaaf. Dus het zou heel gaaf zijn als ze die ook terug gaan brengen in Black Ops 2. Misschien een beetje veranderd, een beetje gepimpt, weet je wel, in de tijd van nu. Of in de tijd van Black Ops 2. Dat lijkt me heel gaaf. Dus dat zijn eigenlijk de vier mappen die nu bekend staan. De zombie map is Map of the Dead, dat wisten we al. Maar als je goed kijkt naar het plaatje, en dat vind ik echt super gaaf. En zoals ik in de vorige video zei, ik speel eigenlijk nooit zombies. Maar eigenlijk heb ik nu zoiets van, oké, ik wil deze sowieso wel even een keertje proberen. In ieder geval deze map. Waarom? Omdat als we goed in de rechteronderhoek van de map gaan kijken, dan zie je daar staan, ik ga het er gewoon eventjes in Nederlands doen, United States of Amerika. En dan Pennen, ja, maakt niet uit, gevangenis, ik weet niet eens hoe ik het moet uitspreken. Pennen, leuk. Maar het gaat over Alcatraz. En Alcatraz is de meest beruchte gevangenis van eigenlijk de wereld. Daar gingen de meest beruchte criminelen gingen daarheen. En dat maakt deze zombies eigenlijk wel heel erg interessant. Want ze zeggen eigenlijk dat dit de most terrifying zombie map zal zijn die er komt eigenlijk. En als je kijkt naar Alcatraz, gevaarlijkste gevangenis, dan zou dat best goed kunnen. Dat het inderdaad een hele leuke dimensie geeft aan zombies. En ik ben heel erg benieuwd. Ik ga zeker een keertje proberen om te kijken of deze map mij zombies laat spelen. Dus dat is de zombies. Als je goed kijkt naar de foto, dan zie je eigenlijk ook geen DLC weapons staan. En ik had het wel verwacht. Ik had het ook eerlijk gezegd wel gehoopt. Een wapen DLC. Want
Gewoon het idee dat dat kan, dat vind ik gewoon super cool. Je betaalt zoveel geld voor die DLC en je krijgt er wapens voor. Dat vind ik gewoon super vet. Het is een klein beetje extra. Het is niet overpowered of zo. Ik vond de Peacemaker vond ik absoluut niet overpowered. Dus ja, een nieuwe wapen, dat is altijd welkom, vind ik. En een nieuwe sniper of een nieuwe shotgun. Iets wat verandering brengt, zeg maar. Ik was heel eventjes in het stikken aan in mijn woorden. Oké, maar wat er ook nog niet bekend is geworden is een nieuwe game mode. We weten van de vorige DLC hadden ze bij zombies dat je ook de zombie kon spelen. En dat is cool, dat is leuk. Maar bij de multiplayer hebben ze dat nog niet gedaan. Ze hebben nog niet, zoals bij Modern Warfare 3, hadden ze op een gegeven moment allemaal nieuwe game modes erin gegooid. Dat hebben ze hier bij Black Ops 2 nog niet gedaan. En het ziet er ook niet uit dat binnenkort gaat gebeuren. Ik hoop het eerlijk gezegd wel, want ik vind het altijd een verandering, vind ik altijd leuk. Of een vernieuwing aan bepaalde game modes. Zoals jullie weten heb ik de vorige keer ook gezegd dat Black Ops 2 een klein beetje begint te vervelen. Dus als er dan zoiets als een nieuwe game mode, misschien dat net eventjes triggert om toch weer een hele hoop te gaan spelen. Dat zou wel heel cool zijn. Dat is eigenlijk wat ik op dit moment te vertellen heb. Ik had het dus de vorige keer redelijk fout bij Vertigo van wat er nu op dit moment beschikbaar is aan informatie. Het gaat dus echt op een skyscraper spelen. En of dat net zoals High Rise gaat worden of iets dergelijks, dat weet ik niet. Het zou best kunnen. Het zou een soort van remake zijn. Kunnen zijn en dat uiteindelijk hebben dat soort mappen, die doen het goed. En ik ben benieuwd hoe ze dat allemaal gaan veranderen en hoe ze dat gaan doen. In ieder geval, dit is alle info die er op dit moment is. Ik denk ook dat dit blijft. Dit is 99% zeker dat dit de echte DLC zal zijn. Het is bijna, volgens mij is het bevestigd. Weet ik niet, heb ik nu niet goed geluisterd naar mijn bron. In ieder geval, als er nog iets nieuws bij komt, dan laat ik dat meteen weten. In ieder geval, dankjewel voor het kijken, mensen. En ik zie jullie de volgende keer weer. Later.